Welkom bij de Wereldmorgen. In deze reeks onderzoeken wij de dreiging van extreemrechts. Mensen zijn terecht kwaad en er is een ontzettend grote boosheid in de samenleving. Het is het falen van de traditionele partijen die extreemrechts groot maakt. In deze aflevering doe ik dat met Dominique Willaert. Dominic, welkom. Hallo. Dit boek, niet alles, maar veel, begint met luisteren. Zit heel veel in in die titel al. Ondertitel: een verslag uit de Denderstreek. Dominic, waarom heb jij beslist om naar de Denderstreek te gaan? Ik ben naar de Denderstreek geweest omdat ik in 2022 een uh, politiek boek heb geschreven, een boek die het uh, onbehagen en de woede onderzoekt in de samenleving, dansen op een ziedende vulkaan. Maar dat was vooral een theoretisch boek, en ik wou eigenlijk een praktijkoefening maken. door naar een streek te trekken waar het Vlaams Belang hoge scores behaalt. In uh, Ninove heeft Guy leer op één zetel na bij de vorige verkiezingen. bijna de absolute meerderheid. gemeenteraadsverkiezingen, Ja. de bijna de absolute meerderheid behaald. In Denderleeuw scoort het Vlaams Belang ook hoog. In Aalst staan ze sterk. En volgens mij is de Denderstreek een proeftuinproject voor het Vlaams Belang. En eh, ik wou er kiezers van het Vlaams Belang ontmoeten, maar ik wou ook naar andere mensen luisteren om eigenlijk te ontdekken wat leeft er leeft en wat maakt het dat het Vlaams Belang bij zo'n vrij grote groep mensen populair is. Een van die vele mensen die je hebt gesproken is Mark uit Ninove. Die was rechter door zee, die zei, ik ben geen racist... En ik kan dat bewijzen, zoals zegt hij zegt in het boek. Hoe heb jij daar naar geluisterd? Uh, Mark is eigenlijk een van de vele voorbeelden van mensen die mij uh, in de tweede zin onmiddellijk zeiden, ik sta op het Vlaams Belang, maar ik ben geen racist, meneer. En ik dacht, tja, maar leg mij dat toch eens uit, want Vlaams Belang heeft toch een uitgesproken racistische politieke agenda. En er is iets zeer interessants namelijk de mensen die dicht bij hen leven die op de fabrieksvloer staan en collega's zijn de buren die uh, mensen zijn met een migratieachtergrond dat zijn vaak de goeie en dat zijn niet de mensen die hen boos maken maar er is een abstracte groep en die groep wordt eigenlijk voortdurend uh, door het Vlaams Belang in beeld gezet de anonieme migranten de tsunami aan vluchtelingen uh, de mythe van de omvolking ze hebben een abstracte theorie zodanig vormgegeven dat ze mensen bang maken. En eigenlijk mensen er overtuigd van maken van, er zijn veel te veel nieuwkomers, die moeten weg. Die hmm. moeten weg. En dus er is, een zeer groot verschil. er is een zeer groot verschil in de directe ervaring. Mark bijvoorbeeld, die zegt, kijk, kom maar mee, mijn buur is een Marokkaan. Ze zijn op vakantie naar Marokko, maar elke dag ga ik de post uit de bus halen en ik geef de planten water. Zie je wel, ik ben geen racist, meneer. Maar vier zinnen later zegt hij: ja, die omvolking, dat is toch wel een heel groot probleem. Als we niet oplatten en als we de grenzen niet sluiten, dan binnen tien jaar zijn we ombevolkt. En dat komt door hij, door al die linkse mensen die uh, vluchtelingen met open armen onthalen. Jullie zijn fout en wij zijn goed. Die toestroom van nieuwkomers, als we ze zo noemen, in die streek, de voorbije twintig jaar, had wel een aantal specifieke kenmerken. Ja, in de Denderstreek, en ik heb het dan over Aalst, niet Denderleeuw, maar ook Herzelen, Zottegem en Heeraardspern. Eigenlijk al die Dendergemeentes die langs die Denderrivier liggen, die zijn op heel korte tijd geconfronteerd geworden met een grijpende migratie vanuit twee richtingen. Er zijn een achthonderdtal gezinnen vanuit Nederland naar de Denderstreek verhuisd, vooral Congolese, Angolese gezinnen omdat in Nederland de wet op gez gezinscaringen verstrengd is, de sociale huisvestingsmarkt is verstrengd, en de toeslagenaffaire waren redenen voor die mensen om naar de Denderstreek te brengen. De verhuggen. toeslagenaffaire in Nederland? Ja, uh, door Mark Rutte zijn regeringsbeleid die heel technocratisch van aard was, zijn er heel veel mensen onterecht beschuldigd geweest van fraude. Mm -hmm. Ze hebben kinderheld verloren, vaak hun jobs verloren, zijn uit huis gezet. Uh, en ja. een deel van die mensen zijn naar de Denderstreek ja, een deel van de mensen was zo ontgoocheld in de Nederlandse politiek dat ze naar Vlaanderen zijn verhuisd. Een ander deel komt uit het Brussels hoofdstedelijk gewest, eigenlijk door gentrification, sociale verdringing. Wonen in Brussel wordt steeds duurder. Uh, en plots komen mensen te weten dat ze met hun budget uh, eigenlijk in de Denderstreek een woning kunnen kopen. Wat voor hen een stukje vrijheid betekent en ook beantwoord aan de Vlaamse woondroom. Het kopen van een eigen woning. Maar er zijn ook andere motieven. Het zeer goede Nederlands taalgaonderwijs is een uh, motief voor heel veel ouders. En ook uh, het opvoeden van kinderen in een meer rustige omgeving. Veel ouders van kleur zijn zelf, zelf ook bang dat hun kinderen uh, geplaagd gaan worden door drugs, door bendes. Dus die landelijke regio trekt hen aan. Dus die nieuwkomers hadden een aantal bezorgdheden die ze eigenlijk delen met de eerste lokale bewoners. Absoluut. Nu, voor we op die nieuwkomers terugkomen, ik hoor jou vertellen over die mensen die daar wonen. Die zeggen, ja, maar ik stem wel voor het belang, maar ik ben geen racist. Zit daar geen risico in dat je bijvoorbeeld gaat zeggen, oké, okay, die mensen zijn racist, maar ik kan begrijpen waarom... Dat je, zo, dat, we, dat je te mild gaat zijn, dat je gaat overkomen als... Jij bent eigenlijk racisme aan het goed praten. Ja, ik vind dat een terechte vraag. Om te antwoorden op de vraag moeten we een stap terugzetten. Namelijk, vooraleer dat mensen uh, kiezen op het Vlaamse Belang, is er een lange voorgeschiedenis. En wat leert ons die voorgeschiedenis? Dat eigenlijk, los van de dreiging van migranten, of de fictieve dreiging van migranten, er veel andere zaken een rol spelen. Op nummer 1 van het woede en onbehagen in de Denderstreek staat de afbraak van de publieke dienstverlening. Ja. Uh, heel slecht openbaar vervoer, loketten die verdwijnen bijvoorbeeld. In Ninove is het loket gesloten waardoor dat jong en oud een ticket moet kopen om met de trein naar Brussel of naar Aals te gaan. Er zijn buslijnen die worden afgeschaft. Er zijn buschauffeurs uh, tekort waardoor dat heel wat lijnen, uh, ze rijden niet meer. Um, vakbondskantoren uh, ziekenfonds is enkel nog via een digitaal account bereikbaar en dat zijn de dingen die je stevast hoort um, er is een grote woede over die afbraak van publieke dienstverlening cafés die sluiten lokale kleinhandel die verdwijnt uh, heel veel verenigingsleven die rond de werkstelling was georganiseerd fabrieksvoetbal turnbeweging uh, theatergezelschappen die vroeger eigenlijk organisch rond de lokale tewerkstelling zaten uh, verweven, die zijn weg. Waarom? Er is eigenlijk een soort um, deindustrialiseringsproces ontstaan vanaf de jaren 70, 80 in de vorige eeuw. En alle mensen die lokaal werden tewerkgesteld, textielfabrieken, de stekjesfabrieken, de Luciferfabrieken ja. en uh, in de andere industrie, die zijn allemaal hun werk verloren en die voelen zich achtergelaten. Dat ja, is het want, belangrijkste ja. motief. Mensen voelen zich in de steek gelaten, achtergelaten. Het tweede motief... Er is een zeer schrijnend tekort aan publieke nabijheid en po politieke geborgenheid. Dat betekent geen politici die beloftes maken op... Ik ga dat hier eens komen fixen. Wel politici die aanwezig zijn op de feesten, op communies, um, in cafés langsgaan, het hand handgeven en vragen... Lode, hoe is het jou? En... Um, Vlaams Belang doet dat wel. Vlaams Belang is de enigste partij in de Denderstreek die heel erg nabij is op zo'n specifieke manier. Ze organiseren eetdachten, uh, ze uh, eetverstijnen, ze openen een café. Dus terwijl dat de volkshuizen van de socialisten sluiten, in diezelfde wijk in Nienoven opent het Vlaams Belang een eigen café. Met een eigen bier, met eigen symboliek. En ze creëren een zeer hecht, geborgen, extreem rechtskamp. Wat niet zo door mensen wordt beleefd. Want uh, het gevoel dat daaruit blijkt. ik vat dat samen als verlating. En uh, het Vlaams Belang uh, antwoordt daarop met het creëren van een nieuw groepsgevoel. Terwijl de traditionele partijen net dat niet meer doen. Klopt helemaal. De, en dat is, ik wil daar heel genuanceerd over spreken. In veel dender gemeentes. Worden de lokale besturen geconfronteerd met grootstedelijke uitdagingen? Dat betekent voor al die lokale bestuurders is het alle hens aan dek. Die kunnen zich niet permitteren om elke dag op café uh, bier te gaan tracteren of vorsten uit te delen. Die zitten in het stadhuis, die zitten met administraties hard te werken, van welke partij dan ook. En die besturen, en die proberen het beste van te maken. Maar die lokale besturen worden zelf in de steek gelaten door de hogere overheden. Er waren Vlaams Belangkiezers die mij zelf vertelden, toen dat de mijnen sloten in uh, Limburg, is er een soort reconversieplan ja. gekomen. Toen dat in de steden het Vlaams Belang uh, hoge scores behaalde in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw, kwam het Sociaal Impulsfonds. Er kwam heel wat middelen naar de steden. Er was ook veel sociaal en cultureel kapitaal. En hier, hier gebeurt het niets. En die analyse klopt. Dus zelfs Vlaams Belangkiezers maken die analyse. Vlaams Belang weet zeer hoe dat er zich afspeelt. Volgens mij hebben ze nationaal beslist van die Denderstreek. Dat is voor ons een interessante proeftuin, want we hebben daar politiek talent, à la Guy Dazelier en Christophe Slagmulder. We gaan inzetten omdat we daar lokaal aan de macht kunnen komen. En van daaruit een voorbeeld, een, een, voorbeeld, een precedent kunnen creëren voor de rest van het land. Ja, en uh, wat is eigenlijk heel dramatisch, dat. Uh, het is het falen van de traditionele partijen die extreem rechts groot maakt. Niet alleen in de Denderstreek, ook op Vlaams en Europees niveau. Maar wat heeft dat te maken? Hoe meer dat traditionele partijen het Vlaams belang nabootsen, programmapunten uh, overnemen. overnemen. Dezelfde extreme rechtse taal gaan gebruiken om groepen te gaan demoniseren. Hoe meer ze dat doen, hoe meer ze het Vlaams belang normaliseren. Ook dat zeggen kiezers mij. Ze zeggen: we hoeven zelfs niet eens expliciet aan de macht te komen, we zijn al aan de macht. En dan lachen ze en knipogen ze en dan zeggen ze: Zie je wat dat Conor Rousseau zegt? Zie je wat dat Bart de Wever zegt? Zie je wat dat Theo Franke zegt? Zie je zo dat kranten bericht geven over wat er gebeurt. Geert Wilders wint de verkiezingen in Nederland. De dag erop zit hij in de studio naast Bart Scholz. Dit is een voorbeeld van hoe dat Vlaams Belang wordt genormaliseerd. Ja. En Cas Mudde noemt dat het mainstreamen van extreem rechts brengt hen aan de macht. Dus we kunnen ontgoocheld en boos zijn op die Vlaams belang maar mijn woede richt zich vooral aan de traditionele partijen. Omdat zij eigenlijk weigeren of er niet meer in slagen om hun eigen politieke waarden gearticuleerd te krijgen en tot onderwerp van ideeën en politieke strijd te maken. Wat jij eigenlijk zegt is, je kan het niet zomaar eenvoudig samenvatten als die extremistische partij, partijen doen het zo goed dat dat gedachte goed doordringt. Nee, zeg jij, de verantwoordelijkheid dat die partijen dat kan doen, ligt voor een groot deel bij hoe jij zelf... Als partij daarmee omgaat? Dat is absoluut waar. Ik geef ook vaak vorming voor vakbonden en soms voel je dat er moedeloosheid en gelatenheid giert. En ik probeer mensen moed in te spreken. En hoe doe ik dat? Door te zeggen, we moeten onze rug rechten. De eigen politieke waarden die hebben gezorgd dat er sociale welvaart staat, is gegroeid. Ja. Ja? Dat we betaald verlof hebben, dat er indexering bestaat. Dat we blijven pleiten voor een fiscale eerlijke herverdeling. Al die politieke waarden zijn van ons. We moeten die elke dag uitspreken ten aanzien van onze collega's, ten aanzien van de mensen die we niet kennen en die luidop zeggen op Vlaams belang te stemmen. Je moet gaan niet naar de mond praten. Je moet je eigen politieke waarden uitspreken. Maar, en dan kom ik bij de titel van mijn boek, we moeten ook goed leren luisteren. Goed leren luisteren, omdat dat luisteren dat omvat laagjes. Wat is mijn ervaring in de Denderstreek? Het eerste gesprek betekent altijd dat je de volle lading krijgt. Mensen zijn terecht kwaad en er is een ontzettend grote boosheid in de samenleving. En soms vraag ik mij af hoe lang zal het nog duren voor de traditionele politici en partijen het door zullen hebben. Er is een groep, ik denk 30 of 40 procent van de bevolking die hard zijn best doet, maar die niet meer vooruit geraakt. die stilstand en achteruitgang ervaren. En er zijn er vele. Arbeiders die ik heb geïnterviewd, die op de parking van de fabriek sliepen. omdat de brandstofprijs zo hoog lag dat zij ritten uitspaarden. door op de parking van de fabriek te blijven slapen. Heel veel poetsvrouwen die het einde van de maand niet halen. en die rond de 20ste, 21ste van de maand. verplicht, gedwongen in ziekteverlof gaan omdat ook zij de naft niet meer kunnen betalen om zich te verplaatsen. Mensen met een voltijdse baan, hè? Mensen met een baan, mensen die kinderen opvoeden, die een, recht, een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben. Geen extreme mensen die zeggen... Wat moet er in godsnaam nog gebeuren? Vooral hier, dat die mensen in Brussel... En dat voelde... Er is een enorm grote kloof. Dus wat dan mensen op televisie komen zeggen... Vaak het arrogante, vuile politieke spel die wordt gespeeld. Mensen zeggen... maar. Ik kan mij totaal niet meer verbinden en identificeren met wie die mensen zijn en wat ze vertellen. Waar zijn die mee bezig? Ja, waar zijn die mee bezig? En dan, dus, vooraleer dat iemand kiest op het Vlaams Belang, is er dit lange, lange proces die eraan vooraf gaat: ontgoocheling, zich in de steek laten voelen, zich geminacht voelen. Want dat is zeer cruciaal. Een politicus, PvdA doet dat wel: in de straten aan wijken trekken. Elke partij die dat doet, gaat winnen. In de zin gaat erop vooruit gaan. Mensen willen geen beloftes, want dan word ik dan ook wel eens gevraagd. Ja, maar gaat dat dan weer over dat politieke dienstbetoon van vroeger? Nee, mensen willen sociale erkenning krijgen. En hoe doe je dat? Door naar hen te informeren. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het op je werk? Alles oké? Okay? Hoe is het in de woning? Uh, de dramatische situatie van de sociale woonwijken in Vlaanderen. Het nefaste beleid van Matthias Diependalen. Heel. Zijn um, beleid is gefundeerd op wantrouwen. Ja. Een diep wantrouwen ten aanzien van iedereen die recht heeft of woont in een sociale woning. Je wordt gewantrouwd omdat je potentieel een fraudepleger bent, omdat je niet werkt, omdat je de taal niet spreekt. Terwijl ik ben in heel veel sociale woonwijken in de Denderstreek geweest, heel vaak klopt de beleving niet van mensen. Ze zagen meer dan een half die hier woont zijn vreemden, zijn zwetten. In het uh, uh, lokale dialect. Als ze dan een factcheck doet en op zoek gaat in hoe zit dat, dan kom de bij cijfers van 18%. En als je dan begint te onderzoeken, dan kom je uit bij banners die zowel NVA als uh, Vlaams Belang maken, van eigen volk eerst voor onze eigen mensen, met foutieve cijfers. En dan voel je um, hoe hard dat mensen in de val trappen van die politieke propaganda, die zowel door. Die zowel door um, NVA als Vlaams belang de wereld worden ingespuwd. Want uh, wat er in de Dendersteek gebeurt, dat is niet alleen daar, maar eigenlijk in heel Vlaanderen: dat is het Vlaams belang meet zich een sociaal imago aan. Nu, wa, uh, Wat ik van jou al hoor is, uh, ik heb niet de indruk dat jij denkt uh, dat dat klopt. Nee, maar het wordt wel zo gecreëerd. En ik heb dat ook onderzocht. Als je, ik heb dus wekenlang uh, mensen opgezocht die sympathiseren met Vlaams Belang, die keihard overtuigd zijn dat zij voor een oplossing gaan zorgen. In een eerste gesprek luister ik altijd, ik probeer mensen nooit te corrigeren en wat ze denken. Ik vind dat een belangrijke les. Ik geef erkenning aan hoe mensen denken. In een tweede, derde en vierde gesprek ontstaan er kleine barstjes in de verhalen en dan raak je binnen. En je raakt het best binnen door um, op een zachtmoedige manier vragen te stellen. Maar wel heldere vragen te stellen. Door bijvoorbeeld aan mensen de vraag te stellen: stel dat het Vlaamse Belang aan de macht komt, gaan zij het anders doen? Gaan zij het beter doen? En wat gaan ze beter doen? En dan zeggen ze: ze gaan al die vreemdelingen terugsturen. En dan zeg ik, lieve mensen, nog de Europese wetten, nog de Belgische grondwet laat dat toe. En de eigen Vlaams Belangmandatarissen weten dat. Want als je de congrestekst over migratie leest van het Vlaams Belang, dan staan daar dingen in die je ook bij traditionele partijen terugvindt. En zij gaan de soep nooit zo heet drinken als ze ze aan jullie opdienen. Opnieuw, dan stel ik de vraag, hebben jullie dat door? Lieve mensen, ja, nee, ja, maar ja. En dan kun je eigenlijk wel op basis van een dialoog met mensen um, toch op een vrij genuanceerde manier in debat treden en hen een stuk aan het twijfelen te brengen. Maar, vooraleer dat lukt, moet je zien dat het Vlaams Belang rond hen zelf een vrij normaliserend klimaat hebben gecreëerd. Als je die mandatarissen voor het eerst ontmoet, ik heb de proef op de som gedaan, Guy Dazler heeft op een bepaald moment 800 alarmbellen uitgedeeld in Nienhoven, omdat er zogezegd een inbrakenplaag heerste. En ik checkte de criminaliteitscijfers. Ik belde naar het politiecommissariaat om te vragen, is er een inbraakplag? Bleek niet het geval te zijn. Maar die illusie, die fictie werd gecreëerd en er werden 800 alarmbellen gratis uitgedeeld. Ik was een van die 800 die zo'n bel kreeg. In ruil moest hij mijn mailadres en telefoonnummer geven. Na 24 uur kreeg ik een eerste gepersonaliseerd berichtje van Guy. beste Dominique. Een heel warm, tof bericht. Een week later, een tweede, warm, heel tof bericht. Geen ideologische praat, niets politieks. Wel, Guy die rechtstreeks mij contacteert en zegt, beste Dominique, welkom in de roedel. Welkom in de warme Letterlijk omgeving. Zo, welkom ja, de... ja, ja, heel... Een warme, normaliserende omgeving. En dan geraak je in die fuik, niet meer ideologische praat, niet meer xenofobe praat, niet meer nazistisch taalgebruik... Dus ik pleit ervoor om heel zorgvuldig na te denken om hen niet zomaar te gaan vergelijken met de fascisten en de nazi's van de jaren 30. Het blijft extreem rechts, maar ze hebben veel geleerd ook uit hun geschiedenis. En ze creëren een vrij normaliserende warme omgeving. Mensen geraken in die fuik. en bij een aantal mensen heb ik gevraagd: "Mag ik eens jouw browser geschiedenis bekijken?" En alle mannen die niet naar porno surfen, zeiden: "Oké, ja, maar een keer, maar ik vind dat wel een rare vraag." En dan krijg je eigenlijk een diep inzicht in die algoritmische omgeving die Vlaams Belang creëert. Een van de eerste dingen is een enorme liefde voor dieren. Vlaams Belang is de uh, partij van de dierenrechten. Ja, en ze maken zelfs uh, gepersonaliseerde filmpjes per streek. Ja, en plots heb je Ilse, mandataris uit Ninove, die uitpakt met dierenrechten. Het tweede filmpje in die algoritmische omgeving gaat over boeren. Hoe um, enorm dat Tom van Grieken toch wel is bij Boeren. En dan krijg je een soort vraagstelling, maar wie kan daar nu op tegen zijn? En dus heel ja. veel mensen die sociaal-economisch kwetsbaar zijn, komen in die warme, geboren omgeving terecht die Vlaams Belang construeert. En dat is dus eigenlijk uh, de hamvraag, hoe creëer je een andere warme omgeving? Je zegt dat die mensen ons van belang gewoon zeggen, racisme, dat is ons electoraal kapitaal. Oh. Er was een interessant momentum uh, na de uitzending in de afspraak, waar ik naast uh, Guy Dazelier zat om over mijn boek te praten. Vroeg ik hem op de man af: van, uh, Ben je eigenlijk zo racistisch alsof het aanvoelt en lijkt? En hij moest lachen. En hij zei: Nee, want uh, ik uh, vul uh, belastingsbrieven in van Afrikaanse gezinnen. En hij grapte verder. En dan zei Maar wat zegt je hier nu? En dan zei Dominique. Dat racisme is ons electoraal kapitaal. En ik dacht, uiteraard zijn er Vlaamse belangmandatarissen die onversneden racistisch zijn. Maar eigenlijk is het een soort strategie die voor de verdeel- en geersmentaliteit zorgt. En dat werkt bij die kiezer. Waarom? Omdat die meneer of mevrouw van kleur iets, eh, iemand is die direct voelbaar is in de straat, op de fabrieksvloer. Dus dat is een heel detecteren. Dat is een heel detecteerbare vijand. Terwijl het vermogen rijken, dat is iets veel abstracters. En die weten dat zeer goed. Dus een voelbare, directe vijand is iets wat perfect past in die verdeel- en geerstrategie. Terwijl dat de beter opgeleide en tussen aanhalingstekens verstandige mandatarissen van Vlaams Belang weten van... Wij kunnen die mensen niet terugsturen. Europa laat die niet toe, de Belgische grondwet laat dat niet toe. En twee... Dan heb ik hem zacht geplaagd, gidaaslier, met de vraag te stellen: Je weet toch dat binnen twintig jaar jij zal verzorgd worden door iemand van kleur in het rust- en verzorgingstehuis? Zij weten dat ook. Dat heel veel jobs worden ingenomen, net door mensen van kleur, die bereid zijn om in slechtere arbeidsomstandigheden, aan een lager loon, helaas, dat werk te verrichten. Maar uh, uiteindelijk, je hebt daar met al, al die mensen gesproken, heb je dan. En in, in je boek komt dan op het einde aan bod een aantal van die mensen samengezet. Ik ben naar een omvolkingslezing geweest door Philippe de Winter. Interessant. De Winter was eigenlijk politiek zo dood als een pier. En plots recycleert hij dat boekje uh, Le Grand Remplacement. Van ja. Camus uit Frankrijk. Hij vertaalt dat. Het is zelfs slecht en slordig vertaald. Er is niemand die dat leest, maar hij heeft een boekje. En hij trekt dat mee rond door Vlaamse parochiezalen. En op een van zo'n lezingen in Nenderleeuw uh, zat ik toch wel gefascineerd, maar ook bezorgd toe te kijken hoe dat een zaal van voornamelijk oude mensen, want die omvolking, denk ik, slaat vooral aan bij de ouder wordende bevolking, ja. veel minder bij jongeren, hij maakt hen bang. En uh, na zijn uh, lezing ging het naar een aantal lokale bewonders met de vraag van, maar heb je dat nu gehoord? Maar ga je eigenlijk zelf in gesprek en dialoog met de mensen van kleur die hier in jullie strijk, in jullie straat en jullie wijk komen. Dat werd zo'n beetje weggelachen. En op het eind was er een Mark die zei. Uh... Een andere Mark? Ja, een andere Mark, een van de drie. En ik vroeg hem: had hij geen zin om eens uh, in gesprek, in dialoog te treden en te luisteren naar de dromen en de verzuchtingen van de mensen met de migratieachtergrond? En eerst hield hij de boot af, maar na een week, denk ik, belde hij. Nee, het duurde. Na een maand belde hij mij op en hij zei: ja, ik heb daarover nagedacht en ik zou dat toch wel eens willen doen. We hebben toen een klein zaaltje gehuurd in Nederland. en ik heb een aantal uh, mensen die expliciet zeggen op Vlaams belang te stemmen samengebracht, maar mensen met een migratieachtergrond. En ik had wat schrik voor dat gesprek, omdat ik schrik had voor bijkomende kwetsuren. Dus ja. de mensen van kleur worden daar al genoeg uh, uitgescholden. Maar die lachten en ze zeiden, um, we zijn daar eigenlijk, we hebben een olifantenvel. Maar ik dacht, wat is een goede strategie? En het bestond, dacht ik, uit vragen stellen. Dus we gaan niet in gesprek met meningen over elkaar. Ik had hen gevraagd om uh, vragen uh, te inventariseren. En we zijn het gesprek gestart met 18 vragen. Dus iedereen had een aantal vragen. Ik heb ze allemaal opgeschreven. En we hebben rond één vraag, de eerste vraag, drie en een half uur gepabbeld. En, op één een een avond. Ja, het was namiddag. Op één namiddag. Ja. En wat bleek? Daar rond die ene vraag. En het ging over. De eerste vraag was: Hoe komt het dat jullie voorrang krijgen op een sociale woning? En Etienne, de zwarte meneer, zegt: Ik heb uh, eerst negen jaar gehuurd aan het station. Een vochtig appartement voor veel geld. Dan heb ik twee jaar een andere privéwoning gehuurd. En na elf jaar had ik eindelijk. Recht op een sociale woning. En ik was ondertussen al Belg. Oei. Zei er een Vlaams belangstemmer? Oei. En wat bleek? Nou, heel die mythevorming, de voorrangsmythe, die zo'n affectieve polarisatie veroorzaakt, bij mensen die zich onzeker voelen, want hij had het daarover, heel wat mensen die op Vlaams belang stemmen, worstelen met bestaansonzekerheid. Mm -hmm. Mochten onze regeringen, mochten traditionele partijen kunnen zeggen. de welvaartskoek is groot genoeg. en als wij die eerlijk verdelen. dan hoeven jullie niet meer uit te halen. of bang te zijn van die mensen met een migratieachtergrond. dan zou die bestaansonzekerheid significant dalen. en dan zou extreme rechts daar veel minder haren uitspinnen. Maar dat is nu juist wat die partijen, die traditionele partijen, om ze zo te noemen. net niet doen. integendeel, ze doen het omgekeerd. ze nemen het discours. Van extreem rechts over. Ja. Hoe, uh, wat voor een strategie is dat dan? Ja, ik heb door mijn boek de kans gekregen om met heel veel mensen te gaan spreken, van Conor Rousseau, Jeremy Eekhout tot Nicole de Moor. En ik heb telkens herhaald dat goed luisteren betekent dat je stilstaat bij de grote woede, dat we erkenning moeten geven aan die, uh, aan die woede, maar dat we twee richtingen uit kunnen met woede: ofwel wordt het de omstootwoede waar extreem rechts. En exceleert, kijk naar Trump en de VS, een door en door gepolariseerd land die op, op de rand van een burgeroorlog staat. Je moet dus de economische kost uitrekenen van racisme, verdeeldheid, rauwe en pure haat op de werkvloer en in de samenleving. Je moet daar de maatschappelijke en economische kosten dus van uitrekenen. Dus ofwel hebben we die optie. Extreme rechtse omstootwoede, ofwel kiezen we voor democratische, solidariserende rechtopwoede. Wat betekent dat? Erkenning geven aan waar mensen mee worstelen en zeggen we gaan die woede eigenlijk aanwenden om tot een eerlijker herverdeling te komen. De welvaartskoek is groot genoeg. Dus fiscale rechtvaardigheid moet eigenlijk politiek thema nummer één zijn: voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle sociale woningen, goed publiek eh, transport. Goede kwaliteitsvolle publieke dienstverlening, het zijn die dingen waar mensen naar verlangen. Ze verlangen niet naar het gedeporteerd zien worden van mensen van kleur. Ze worden nou wel in hun hoofd gestampt door de extreme rechtse propaganda. En dat is voor mij ook een stuk normalisering van de Vlaamse belangkiezer, niet de rabiaat xenofobe ideoloog. Ik noem hem de hyenas van de haat. De kiezer vind ik een ander verhaal. Ik vind dat wij, democraten, naar die kiezer de hand moeten reiken, maar gaan in dialoog treden en hen terugproberen proberen in het democratische kamp te krijgen. Dominique, jij zegt dat het maatschappelijk middenveld moet meer politiek moet gaan werken, moet meer durven. Maar in Dendelei worden de opbouwwerkers gewoon ontslagen. Ja, laat het ons zo noemen. Uh, het maatschappelijke middenveld moet sterker politiseren. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb dat geleerd door met die vele Vlaams Belangkiezers te gaan praten en vooral goed te luisteren. Zij hebben een kamp. Zij vinden onderdak bij een politieke familie die voor hen zorgt, die naar hen luistert, die uh, plezier maakt, ook heel belangrijk. Ja. En aan de andere kant, aan de links-progressieve kant, hebben wij vaak goede bestuurders of bestuurders die een best trachten te doen, maar die zeer weinig hartstocht tonen. En heel weinig politieke nabijheid ontwikkelen. En het middenveld kopieert dat een beetje. Ik heb heel wat vrienden die in dat middenveld werken, hard hun best doen. Maar wij beweren heel vaak van zo'n beetje neutraal te zijn. En dat is nefast. We kunnen ons dat niet permitteren. Want wanneer gaan mensen overwegen om toch anders te gaan stemmen als er andere opties worden gedeeld? Een onderzoek wijst dat ook uit. Op het moment dat je in een samenleving andere opties krijgt dan de extreemrechtse optie, een links-democratische optie, dan gaan mensen twijfelen. En hoe moeten we dat installeren door een middenveld te krijgen die eigenlijk zegt van wij luisteren heel goed naar wat er zich aan de basis afspeelt, wij pikken die signalen op en wij sturen die door richting partijen en politici. Het begint al dat die maatschappelijke middenvelders ook zijn van uh, mensen. Er is wel degelijk iets aan de hand. Er zijn heel veel problemen rond publieke dienstverlening, rond um, oneerlijke fiscale rechtvaardigheid. Er is gewoon geen rechtvaardigheid. Wij zien steeds meer mensen die hard en best doen, die er niet geraken. Beste politici, klop, klop, klop. Er zijn toch wel een aantal fundamentele problemen. Je kunt die niet onder de mat vegen en je moet daar een een positie innemen. Omgekeerd. Politici moeten veel meer vertrouwen hebben in jeugdopbouwwerkers en opbouwwerkers. en syndicalisten. en mensen die welzijnswerkers zijn. Waarom? Omdat de meeste mensen. die in het middenveld actief zijn. werken vanuit een diep geloof. om het algemeen belang te dienen. Ja. Politici mogen dat ook wel een beetje leren. Ja? En nu merk ik dat er heel vaak. vanuit een soort wantrouwen naar dat middenveld wordt gekeken. Want dat zijn kritische mensen. Uiteraard, maar kritiek is iets constitutiefs voor een democratie. Hoe kan je nu bang zijn voor kritische mensen? Want iedereen die kritisch is, voel ik aan als iemand die eigenlijk betrokken is, betrokken bij we dat er zich onderaan een maatschappelijke ladder afspeelt. En eigenlijk willen alle kritische mensen uit het middenveld. Die groep die achtergelaten wordt, er veel meer bij laten horen. En dus pleit ik eigenlijk. Naar middenvelders toe van. durf uw eigen mensen en maatschappijbeeld veel duidelijker te articuleren. Want dat biedt ook geborenheid aan burgers. Als u dat zien en horen doen. dan ze zeggen, tja, dat is interessant. Ik voel ook, ik krijg onderdak bij die organisatie. Twee politici moeten durven zeggen. Die middenvelders hebben ons nodig. maar wij hebben ook hen nodig. om onze samenleving democratisch te versterken. En jij gelooft dat dat kan? Ik geloof heel sterk in de kracht van politieke verbeelding. Ja, we kunnen heel apocalyptisch en dystopisch naar de toekomst kijken, maar we kunnen ook heel hoopvol en heel veerkrachtig naar de toekomst kijken en zeggen: elke dag krijgen we kansen om vanuit onze politieke verbeelding het, het verschil te maken. En dus ja, ik ben op dat vlak vrij hoopvol. Dominique, jij hebt niet alleen zelf veel geleerd uit dit boek, uit de ervaring daarmee maar je hebt ook ons veel bijgebracht. Waarvoor hartelijk dank, ook voor deze bijdrage aan ons programma. Dominique Willaert heeft samen met Jasmina Bessegier niet alles, maar veel begin bij luisteren uitgegeven. Kan je veel stof uithalen om zelf in te zetten bij de dialoog. Wij zijn De Wereld Morgen, een kritisch, onafhankelijk, niet commercieel medium. Wij maken deze programma's dankzij uw steun. Die steun is welkom op de wereldmorgen.be slash steunen.